Blij dat ik vandaag de oudejaarsconferentie heb kunnen opnemen in een kerk in Barneveld. Het publiek was minder enthousiast en niet blij met het taalgebruik. Het resultaat is 31 december te zien op NPO 1 Hekje Halleluja, schreef Pannekoek, die dit jaar de oudejaarsconferentie voor de NPO verzorgt, op Twitter. Dit ergerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Net als de meeste andere christenen volg ik onze eigen kerkdiensten online, beklemtoont hij. En toch blijkt het steeds weer zoveel makkelijker om te sneren richting de enkele kerk die wel grootschalig samenkomt dan richting volle supermarkten of volle tribunes bij Max Verstappen. Te makkelijk. Pannekoek diende de politicus snel van repliek. Misschien moet u eerst de oudejaarsconferentie even afwachten of supermarkten en Zandvoort er goed van afkomen. En nog belangrijker, ik heb geen invloed op het beleid omtrent supermarkten en de Formule 1 in Nederland. Daarvoor moet je in een demissionair kabinet zitten, laat de komiek per Twitter weten aan de ChristenUnie-corrivé,